gestuurd, is er iets gestart en is eten een aantal. En zoals we gewoonlijk zijn, worden we straks verwelkomd door onze plaatselijke fanfare. De fanfare uit Wingene komt eraan. Elk jaar starten zij deze carnavalstoet. Een ongelooflijk applaus, dames en heren, voor de Harmonie Sint-Cecilia.
een aantal vrienden die zeggen, we gaan een keer zot doen. We gaan een keer een kar bouwen om mee te doen aan carnaval. En ze kiezen onze stoet uit om als eerste hier eens te passeren. En de volgende, groep nummer 19, zijn de zelfstandigen. En mocht je vragen wie de zelfstandige is, ook de zelfstandigen zijn er een aantal jongeren, mindere jongeren ook. En die stammen uit de categorie van Lichtenblauw. Een aantal bestuursleden die zeggen, we deden dat toch ongelooflijk graag op carnaval niet. En ze komen van een groep met de nummer 20, de groep Experiment. Van Delphin, Delphin Boeweltje, geboren met alle maten en gewichten erop. Een penis wordt door ons belasting gesponsord. En we zien Delphine in haar wieg. Ze amuseert zich rot. En het DNA-team komt achter om te kijken of het staal van Albert nu wel effectief klopt of niet. Is Albert de vader of niet? Is ons gepasseerd en daarna komen de eerste gastjes van onze plaatselijke Giro. En die eerste, dat zijn de sloebertjes. De sloebertjes zijn de eerste en de tweede leerjaars. En die grappige sloebertjes, die spelen de schaapjes. En u weet allemaal, als je in Dromenland wil komen, dan tellen we schaapjes die over het hek springen. En de speelclubbers, die houden wel van een potje voetbal. En die weten dat FC de kampioen onze beste voetbalclub is van het land. Hoe gaat het met u? Mijn verkracht! Wel eens houden van een gladiatorengevecht. En wat de Romeinse rukkers doen dan uiteraard doen. En na het gladiatorengevecht is er uiteraard altijd een winnaar. De winnaar die viert.
En daarnaast hebben we heel wat lanciers. We hebben heel wat soldaten met een lans en een schild. En zij moeten de slaven bewaken, want die slaven die zijn geketend en worden meegesleurd door onze carnavalsvriend. De bedoeling is om met uw vogeltjes varkens te raken. En hoe doe je dat? Je stopt die vogel in een katapult, je schiet uw vogel af en je zorgt ervoor dat heel het kot afbreekt. Voilà, een warm applaus aan de heren voor de Angry Birds. De kerels die spelen de Notre Dame na. Iedereen weet dat die Notre Dame het hard te verduren kreeg. Dit jaar is afgebrand. En we zien de effectief branden. En gelukkig zijn daar een aantal gasten van de kerels. Om die Notre Dame weer in orde te brengen. En gelukkig zijn de hulpdiensten daar snel om de Notre Dame weer in orde te brengen. De brand is geblust en iedereen zingt mee met Notre Dame, Dame, Dame. We zien Rapunzel die met haar vlecht uit de toren hangt. Met als doel om de prins bij haar te krijgen. De volgende wagen, dat zijn de speelclubdames. De speelclubbers, die hebben een inspiratie gehaald om in een
tv-programma Lilo en Stitch. Het verhaal van een jonge dame met een alien. En ik zie hier die wagen staan, het nummer 13 en al die de Lilo en Stitch wagen. Een van de mooiste wagens op uw favorieten. Kan u het nummer 13 eens aanwijzen naar ons nummer van het programma plaatje. En zo kunnen Lilo en Stitch de publieksprijs winnen. Gelukkig vliegen zij naar warmere oorden. Ze hebben Hawaii tot bestemming gekozen. Deze kwikjes. Maar een applausje voor de kwikjes. Zij trekken verder met hun vliegtuig. Dan komen we verder tijdens de zonvloed. Dan komen we verder naar Rio, naar Brazilië, naar het regenwoud. Waar de schippers staan. En die schippers slaan hun vleugels uit. You gotta stay, you're burning, you can't find it anywhere else. En iets hiervan is gekooid. En misschien best dat ze gekooid is. Dames en heren, een nieuwe groep passeert onze tribune. Het gaat over een aantal Trojanen. Veroveren Troje. En we zien de Grieken uit het paard komen. In het casino kun je heel wat doen. Kun je onder andere een poker spelletje spelen. Wat zijn pokermeisjes vandaag? En je ziet het geld. Oh nee, het zijn grasbiljetjes die uitgedeeld worden. Met hun money, money, money. Die verdwijnen verder langs in de straten van Zwevenzeel.
En we kijken vol spanning naar de volgende muziekgroep. En dat is een groep die ons dorp al een aantal keer heeft gepasseerd. Het gaat over El Fuerte. El Fuerte, niet El Puerto, El Fuerte van Kokzijde. Mooi, mooi. En dan draaien de bol.
die grote bende oud-Giro-leidsters. Die gebruiken hun zeep en hun zwabber om ervoor te zorgen dat alles hier weer proper wordt. Oh la la, daar zien we nog.
nog een laatste Houdini die zal proberen een mes te gooien zonder die persoon te raken. Dat was net. We proberen nog eens. Kom aan. Bravo, Dini. Hij is goed bezig. Nog een derde mes. Dames en heren, nog een derde mes. Tussen de beentjes, Samson en Marie, wel ze leren Marie rocken. Wel de enige echte Samson rock. Thank you.